Het vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Iman bin Uthaymin rahimahullah heeft het volgende gezegd. Ik zeg dat de viering van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet bekend was bij de vrome voorgangers. De rechtgeleide kalifen hebben dit nooit gedaan, de metgezellen hebben het nooit gedaan, degenen die hen in goedheid volgden hebben dit eveneens nooit gedaan en de imams van de moslims na hen ook niet. Daarom stellen wij de volgende vraag. Hebben wij meer eerbied voor de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam dan de vrome voorgangers? Het antwoord hierop is nee. Of stellen wij de vraag: houden wij meer van de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam dan deze mensen? En ook het antwoord hierop is wederom nee. Als dat het geval is, moeten we hun voorbeeld volgen en de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet vieren, omdat het een innovatie binnen de religie is.